De profeten. Op de tiende dag van de maand moet ieder van u voor zijn familie een lam nemen. Dit moet een beest zijn van mannelijk geslacht, zonder gebrek en 1 jaar oud. Op de 14e dag van de maand moet u het dier in de avondschemering slachten. Dan neemt u een bos hyssop, want u moet dopen in het bloed dat u in de schaal heeft opgevangen. Dit bloed moet u aan de bovendorpels van de deurposten strijken. Yahweh zal Egypte rondgaan om te slaan. Maar als hij het bloed aan de bovendorpels ziet, zal hij uw huis genadig voorbij gaan. Dit is de Pascha van Yahweh. Zo spreekt de Heer. Roep tot mij en ik wil u verhoren. Grote dingen zal ik u vergeten. Jij mensen die jij niet kent. Voor de huizen van deze stad zijn welbehagen. Hoor thans wat de profeet Daniël ons namens Yahweh zeggen gaat. Dit zegt de Heer. In die dagen zal ik een koninkrijk stichten dat in eeuwigheid zal blijven bestaan en waarvan de heerschappij aan geen ander volk zal worden gegeven. Het zal koninkrijken verdelgen en vernieuwen, maar zelf in eeuwigheid voortduren. In die tijd zal Michael, de aartsengel, opstaan die de kinderen van mijn volk beschut. Het zal een tijd van benauwdheid zijn zoals er nog nooit geweest is, sinds de dag dat volken bestaan. Maar mijn volk zal worden gered, alle die opgetekend staan in het boek. Dan zullen de velen die in het stof der aarde slapen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en anderen tot smaad en eeuwige schande. De vromen zullen schitteren als het licht aan de hemel. En die anderen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren aan het firmament. Voor eeuwig en immer. Zijn sterfbed kwam de wieg.
hem vertelde Eligius waar hij het koffertje met de doek verborgen hield en waarom. Deze doeken met bloed waren bekleed. Ook verzocht Eligius hem ervoor te willen zorgen dat toen de kerk de doeken waren in de plaats. En al ben sinds die tijd is er veel volk naar boven gekomen. Krom van zin, ziende in alle dingen de liefde. Ze zijn er net al geweest. Hè? Ja, goed, sorry. Helemaal niet. Toen hadden ook wel heel stuk, maar stond bij de hoek daar. Thank you.
gang. Daar bij die zijstraat, links zit hij. Ja? Naar rechts kunnen we dus ook in.